Ik weet zeker dat jij niet sneller een like kan geven dan dat ik naar beneden spring bij deze zeer gevaarlijke Roblox dropper. Als jij sneller bent met like, heb je extra geluk in je leven. Maar als ik sneller ben, heb ik van jou gewonnen. Sorry dat ik van je win. Oh my gosh, you are kidding me right now. Dat was echt een... Ja, ik begin deze video zo falend als ik maar kan. Maar misschien is dat ook wel weer een soort van mooi teken. Want daarmee kan ik aantonen dat als je begint met een achterstand... dat dat nog niet betekent dat je gaat falen. Oké, okay, oh my gosh. Weet iemand hoe laat het is? Want ik heb geen idee... Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Oké, mijn naam is TheTuber en vandaag spelen wij de... Oh, een spike dropper. Een spike dropper. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Dat gaat niet goed. Dit gaat niet werken, want spikes zijn overal. Ik wil niet afgaan. Oh, dat was sick. Oké, stage nummer... Oh my gosh, nee. Oh my lord. Dat kan niet... Nee, dat kan niet mogelijk zijn. Kijk dan hoeveel bruggen er staan. Je kunt letterlijk door de brug en het bos niet zien. Oké, dat was een woordgrapje. Ik veranderde een gezegde naar mijn eigen wil. Oké, nee, dit is echt heel erg lastig. Waarschijnlijk is dit het allerlaatste level in deze obby. Which makes it even harder than it already... Oh my gosh! Oh nee. Oké, er is nog een regenboogdropper om het daadwerkelijk mee af te toppen. Ik moet zeggen, ik hou van regenbogen. Ik hou van kleuren. Ik vind kleuren amazing. Ik vind het ook leuk dat iedereen op de wereld bijna zijn eigen favoriete kleur heeft. Of nou, er zijn geen 7 miljard kleuren, maar meer van... Het is leuk om te weten dat veel mensen een andere favoriete kleur hebben. Zo blijft de wereld een grote, mooie database van verschillen. Oké, there we go. Come on now. Come on now. Oeh, oké, dit moet de laatste zijn. Like, no joke, meestal staat een regenboog voor, zeg maar, het einde van iets. Ja, niet het einde van het leven of zo, maar meer van het einde van iets moois. In ieder geval, ik heb de vorige keer piggy droppers gespeeld. Die waren pretty, pretty hard. En deze keer zijn het dus deze droppers. Oeh, oké, wacht. Ik heb denk ik een idee. Veel mensen doen dit niet en dat is echt heel erg onhandig. Maar je kunt vaak om een dropper heen lopen om van een andere plek naar beneden te springen. En vaak gaat het dan een stukje gemakkelijker. Dus nu probeer ik het aan deze kant en zul je zien dat het misschien wel gaat lukken of misschien helemaal niet. Oh my gosh. Oh my god. Ja, het gaat lukken via die kant, I guess. Oké, maar wacht. Ik wil het eigenlijk gewoon via de voorkant doen. Want ik weet dat het op die manier eigenlijk meant to be is. Dat is eigenlijk hoe het zou moeten. Oh gosh. Oh gosh. Oh gosh. Oh my lord. Oké, dat leek wel een soort van de bedoeling te zijn, I guess. Not really sure. Oké, wacht, hoe ga ik het hier doen? Oh nee, ik ga te laat zijn. Ik ga te laat zijn. Oké, weet je wat? Ik ga het nog één keer proberen. Als het nu niet lukt, dan ga ik deze laatste stage overslaan. Want ik vind dat ik het bij de andere stages al best wel goed heb gedaan. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh! En zo... Oh nee! Ik wou net zeggen, en zo zie je maar. Het komt altijd goed als je je best doet. Maar dat ging niet helemaal goed op dat moment. Oké, wacht. Ja, ik heb hem nu wel. Ja. Amazing. Zeg maar, soms moet je bij een dropper gewoon even dat juiste plek... Oh my gosh. Oké, soms moet je bij een dropper gewoon even dat juiste plekje vinden. Je gaat me niet... Oh, dat is zo naar. Het is een meerkeuze level. Oh, dat is echt terrible. Oh, dat is echt terrible. Ik haat meerkeuzevragen. Wisten jullie dat? Ik denk dat de meeste mensen daar wel van bewust zijn. Oké, wacht. Oh my gosh. Dus oké, twee keer geel. Maar wat is het na geel? Wat denk jij? Wat is het na geel? Ik denk dat het na geel groen wordt. Ja, en dan weer geel. Nee, oké. Dus het is twee keer geel en dan is het groen. Hoe ga je dit nou weer doen dan? Oké, dus geel, groen, geel. Nee, oké, wacht. Misschien is het twee keer groen. Oké, ja, dat zal het zijn. Misschien is het twee keer groen. Geel, geel, groen, groen. Nee, hè? Wat is het dan? Oké, dus het is twee keer geel en dan is het een andere kleur. Maar je moet ervoor zorgen dat je daar op tijd bent. Ik denk dat het blauw is. Ik denk dat het blauw. Blauw of rood? Oké, wacht. Ik heb een manier om daarbij te komen. Je moet van tevoren moet je al heel veel naar voren leunen. Rood. Nee, wat? Oh my gosh. Dit teistert me echt. Dit is echt heel erg naar. Oké, wacht. Groen en... Oké, weet je al? Laat maar zitten. We gaan even deze stage overslaan. Dan hebben we waarschijnlijk de obby gehaald. Hé, soms is er een stage die gewoon even... Het is nog steeds niet het einde. Wat? Ik dacht echt dat dit het einde zou zijn. Ik was er stellig van overtuigd dat dit het einde zou zijn. Oké, come on now. Come on now. Kijk, en dan is deze ineens wel weer te halen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou dat die vorige zo... Oh my gosh. Zijn dit stoelen? En deze is easy peasy lemon squeeze. Deze ga ik letterlijk in één keer halen. Deze is echt heel erg makkelijk. Oké, dat is echt een faal. Kijk, dat is de reden waarom er allemaal YouTube compilaties bestaan van mensen die te vroeg juichen. En dan erachter komen dat het toch niet zo makkelijk was als ze dachten. But I made it. Er staat, iets klopt er niet aan deze stage. Oh my gosh. Oké, ik weet niet wat er niet klopt. Maar wat ik wel weet, is dat het echt heel... Wacht, wat? Huh? Wacht, wat? Ah! Oh my gosh. Oké, dat was echt de allergekste stage, like, ever. Gewoon,
Oh, ik kan bijna niks zien door al die felle lasers. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. And I made it. Hey, deze droppers zijn sick, bro. Ik hou sowieso van droppers in Roblox. Dit is voor mij wel echt even een feestje apart. Oh my gosh. Kijk, dit is een beetje een cartoonic-achtige dropper. Doet mij een beetje denken aan Bandy en de Ink Machine. Dat is een beetje dezelfde... Zeg maar, dat is een beetje op dezelfde manier gecartooniseerd, kan ik misschien wel zeggen. Oké, wacht. Oh, ik zie het al, 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 ik zie het al. En go. Almost, almost. Ik zie waar ik de fout maakte. Ik zie waar ik de fout maakte. Ja, daar ga ik alweer bijna. En oh... Oh, so close, so close. Wacht, ik denk dat ik het weet. Ik moet echt gelijk hier... Ja, nu heb ik hem. Nu heb ik hem sowieso. Oh nee, nee, nu heb ik hem niet sowieso. Ik weet wel wat ik moet doen, maar op een, of andere manier komt het iets minder uit de doeken dan ik hoopte. Ja, 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 en... Oh, wacht. Misschien moet ik hem via een andere kant pakken. Zou dat kunnen? Zou ik hem misschien via een andere kant kunnen pakken? Wacht, als ik nou gewoon hier alvast naar voren ga zo. Oh nee, zeg maar, het ding is, die waterput waar ik in moet springen, die zit net iets te ver. Dus ik kom er net niet... Oh. Oh nee! Oh, dat was zo verraderlijk. Ik dacht dat ik hem in één keer ging halen nu. Ik dacht serieus dat ik hem in één keer ging halen nu. Oké, we're gonna try this one more time. Gewoon eventjes om het mee af te leren, zoals ze dat zouden zeggen. Wanneer mensen dat zeggen, om het af te leren, dan weet je eigenlijk dat ze het gewoon doen omdat ze verslaafd zijn. Dat is meestal de reden. Ik weet zeker dat jij dat ook wel eens een keer bij jezelf hebt gedacht. Ja, oké, doe het nog één laatste keer. Hè? Gewoon om het af te leren. Zo van, je leert jezelf af iets te doen wat je juist zo leuk vindt dat je het vaker überhaupt al overweegt te doen. Oké, okay, there we go. Nog één laatste keer. Dit is echt om het af te leren. Als het nu lukt, dan kap ik ermee. Oké, okay, nu kap ik ermee. Ik ga deze stage overslaan en dan gaan we eens even kijken waar we uitkomen. Ik heb al 70 Robux uitgegeven. Zou dit de allerlaatste zijn geweest? Nee. Er zijn zoveel droppermappen. Dat is echt insane. Mag ik hier overheen lopen? Nee, dat mag niet. Oké, okay, wacht. Huh! Oké, okay, oh gosh. Oh, huh? Oké, wacht. Ik denk dat ik het al snap. Ik moet juist aan de andere kant naar beneden springen. En dat is dus hier. Kijk, dit is weer een makkelijke. Zo raar, hè? Je zou zeggen dat de levels, zeg maar, in een opbouwende moeilijkheidsgraad zitten. Oh gosh. Een duikplank. Ah! Dus we gaan nog hoger dan we in eerste instantie gingen. Hè? We gaan nog hoger. Oh, deze ga ik easy peasy halen. Ik ga hem zelfs gewoon first person doen. Zo zeker ben ik van mijn zaak. Zo zeker ben ik van mijn zaak. Kijk, kablam. Stage completed, bro. We're doing amazing. En we gaan van stage naar... Oh gosh. Oké, deze ga ik niet in één keer halen. Deze ga ik never in één keer halen. Deze ga ik never in één keer. En dit is de reden waarom je in jezelf moet geloven. Oh, ja. En dat is de reden waarom je moet uitkijken wat je omver stoot. Nou, in ieder geval, we zijn lekker bezig. Oeh, ik wou bijna dat zien als een soort van plek waar ik op... Wacht, wat? Wacht heel even hoor. Er ging daar iets niet... Huh? Ik deed iets. Ik raakte iets aan. En dat mocht... Wat is dat nou? Hoe zit dit? Of moet ik juist... Moet ik juist op die trap... Oh, ik snap... Hè? Ik ga letterlijk af en ik kan er helemaal niks aan doen. Wat is dat nou weer voor onzin? Oké, okay, nou, in dat geval skip stage, I guess. Ja, zeg maar, sommige stages in deze dropper, dat stond ook in de beschrijving, die werken niet helemaal zoals het werkt. Oh, gosh! Ja! Oh, ja. Oh, ja. Nee, oké. Okay. Oh, nee. Is misschien beter wat ik had kunnen zeggen in plaats van oh, ja. Oké, okay, hier gaan we weer voor een oh, ja. Ja, hier gaan we voor een oh, ja. Hier gaan we voor een oh, ja. En let's get it, bro. I love chocolate. Mwah. Dat is een kusje voor al mijn chocoladeliefhebbers daar. Oké. Okay. There we go. Deze kan nog wel eens. Oeh, oké, okay, deze is echt lastig. Hier zie je letterlijk door de bomen het bos niet meer. Oké, okay. Oh my gosh. Hoe moet ik dit nou weer doen? Bij sommige levels vraag ik me ook wel echt stellig af of ze überhaupt te halen zijn. Ik denk van wel. Ik bedoel, de obbymaker zal vast wel rekening ermee hebben gehouden dat elk level te halen moet zijn. Maar meer van, ik krijg gewoon soms mijn twijfels erbij. Oh, hij zit daar. Oh, wacht even. Dat is sneaky, maar op zich wel slim. Ze hebben expres het gat waar je doorheen moet springen, hebben ze aan de zijkant gestopt. Dus wat ik dan gewoon simpelweg kan doen, is ik hou mijzelf gewoon aan de zijkant. En dan op het allerlaatste moment, ik faal. Oké, dan. Dit moet wel de allerlaatste stage zijn. Zo ziet het er dan tenminste wel naar uit. Ik denk echt dat dit een kwelling gaat zijn van die... Oh my gosh, oké. Dit gaat echt naar zijn. Dit gaat echt heel erg naar zijn. Ik weet niet hoe deze obby in elkaar zit. Hoe dit level in elkaar zit, kan ik beter zeggen. Maar lastig is het in ieder geval wel. Oké, we gaan... Nou, hoe moet dit... Ik snap het niet. Oké, wacht, wacht, wacht. Ik denk dat ik misschien gewoon via hier naar beneden moet springen. Dan zit ik gelijk op de goede lengte. Oh my gosh. Schijnbaar zijn er ook nog zandlevels. Dat klinkt best wel interessant. Laten we die proberen. Oh, 20.000 coins heb ik nodig. Dat heb ik niet. En als ik 500 diamonds heb... Dan kan ik de One Life Game Mode unlocken. Dat zijn letterlijk droppers waarbij je maar één leven hebt. Dus als je het verpest, mag je 24 uur dat level niet spelen. Oké, okay, ik heb op zich genoeg diamonds, dus ik kan deze unlocken. Purchase. Oh my gosh. Dit is tenminste wat er op het internet stond. Dus ik ben benieuwd hoe het in realiteit aan... Oh my gosh, sorry, ik kan mijn zin even... Oh nee, ik moet letterlijk 1000 coins betalen om door te gaan. Oké, dat is echt heel erg naar. Oké, dat is echt vreselijk. Dus ik moet het eigenlijk proberen in één keer te halen. Als ik dat namelijk niet doe,
Dan ga ik daar een hoop spijt voor krijgen. Like voor een deel 2. En bovenal, like als ik de volgende keer de VIP moet unlocken. Met speciale VIP droppers. Adios.